Ik ben iOS developer van het appteam. Dus ik werk eigenlijk aan alle apps, maar voornamelijk aan de Basimpel app. Daarin krijg je de kans om mee te denken voor nieuwe features. Uiteindelijk ga ik ze programmeren, ga ik ze testen en ga ik ze releasen. Nou, we werken als team heel nauw samen en in team heeft iedereen natuurlijk gewoon zijn eigen specialiteit. Maar je probeert elkaar ook echt te helpen waar dat nodig is. We starten bijvoorbeeld elke dag met een stand-up en we bespreken dan even de dag met elkaar en je weet dan direct waar de rest mee bezig is. En ook of jij nog iets bijzonders moet doen die dag. De app die biedt veel meer mogelijkheden voor de gebruiker. Dus we kunnen kijken naar wat voor telefoon iemand heeft. We kunnen kijken naar dataverbruik, we kunnen kijken naar de provider. En vanuit daar kunnen we dan echt een gericht aanbod doen. Zelf vind ik de mobiele shoppingcart die we in de app hebben gebouwd echt een geweldig project. Want het was heel moeilijk om alle informatie die we aan de klant wilden vragen op zo'n manier te presenteren dat onze backend er ook goed mee om zou kunnen gaan. En dat het voor de gebruiker natuurlijk goed zou werken. Daarom hebben we heel veel samengewerkt met andere teams, zoals het team Creatie of Customer Journey. En samen met die teams kom je dan stapje voor stapje eigenlijk tot een resultaat waar je super trots op mag zijn. We willen de kans zo makkelijk mogelijk maken. Dus de app die bestaat nu al heel veel features. Je kunt natuurlijk gewoon producten bestellen. Je krijgt een passend advies op basis van je verbruik. We hebben ook wel coole dingen erin zitten, zoals dat je ID-kaart en paspoorten worden gescand en dat die gegevens direct uitgelezen worden. Dus dat zit er allemaal in. Er zijn nog heel veel dingetjes die we uiteindelijk willen doen, zoals uiteindelijk de accessoires toevoegen, dat je die kan bestellen. Maar wat ook heel tof zou zijn, is om bijvoorbeeld een notificatie te krijgen wanneer je een bestelling hebt gedaan. Dat je bestelling onderweg is, krijg je ook een notificatie. Nou, dat moet natuurlijk allemaal gekoppeld worden aan alle systemen die hier werken. Nou, dat maakt het vrij complex, maar wel heel leuk. En er komen dus ook steeds bouwstenen bij. En een goede fundering is dan super belangrijk. Die bouwstenen samen die zorgen ervoor dat die klant die app ook echt ervaart als een hele goed functionerende app. En dat is eigenlijk een van de grootste uitdagingen waar we als team voor staan. Ik denk dat er vrij veel ruimte voor ontwikkeling is. Je bent echt betrokken bij elk onderdeel wel van appontwikkeling. Dus eerst kun je meedenken over de features die je gaat maken. Vervolgens ga je programmeren. En kun je ook nog sparren met collega's over hoe je dat gaat programmeren of als je vast zit. Je kijkt naar de technologieën die er nu zijn, die kun je dan in gaan zetten. En vervolgens ga je testen en ga je het releasen. En heb je hem eenmaal gereleased, houdt het eigenlijk nog niet op. Dan ga je kijken van, werkt de feature goed? Zijn die crashes? Moet ik daarop inspelen? Moet ik het nu gaan fixen? En zo ben je eigenlijk continu met alle onderdelen bezig. Dus ik denk dat je daar wel beter van wordt. Het werk is niet alleen afwisselend vanwege het hoog niveau wat we hier hebben intern, maar, en de afwisseling natuurlijk, maar ook omdat we alles intern doen. En mocht er bijvoorbeeld iets mis zijn met de app die wij voor onze winkels hebben gemaakt, dan lopen we gewoon even langs het winkelsupportteam en dan overleggen we het even met ze. Nou, zulke korte lijntjes hebben, dat werkt gewoon supergoed. Nou, we hebben elke week hebben we wel een borreltje en de feestjes worden ook regelmatig gegeven.